Matthijs de Ligt en Noussaint Mazraoui zitten sinds vandaag definitief bij Manchester United. Nederlands lijkt definitief echt de voertaal te gaan worden daar bij Manchester United. Ja, zoals wij al toen het over Manchester United ging, zeiden over Ten Hag. Nou, als hij nou slim is, haalt hij niet te veel spelers en zo die hij allemaal kent. Ja. Hup, twee eigen assistenten. Ja. Zierikzee, De Ligt, Mazraoui. Als het zo gaat, gaat hij in ieder geval... Dan gaat hij met het hele schip. Maar goed, misschien werkt het wel. Ja. Het zegt ook wel wat over zijn vertrouwen in de scouting, hè, bij United. Want hij zegt elke keer, nou, we doen toch gewoon lekker die spelers die ik zelf ken. Die niet allemaal 100% geslaagd zijn. Hè? Laten we daar wel over eens zijn. Hoeveel spelers... Kijk, sommige spelers zijn ook niet van grote bedragen gekomen en hebben hun bijdrage. Dan kun je wel zeggen van die zijn niet belangrijk geweest. Maar er zijn ook spelers van 100 miljoen gekomen die uiteindelijk heel weinig bijdrage hebben. Ja, je zou ook kunnen voorstellen, er is van de zomer, getwijfeld. Gaan we door met de dag? Gaan we niet door? Een van de dingen waar je als clubleiding dan naar kijkt, is denk ik, welke invloed heeft hij gehad op het halen van spelers? Dit en dat en dat. Dit heeft het gekost. Wat heeft het opgeleverd? Misschien moeten we met hem afspreken. Je mag blijven. Maar die scouting, spelers halen, dat gaat wat minder... in jouw hoek liggen. Wat gebeurt er vervolgens? Hij haalt eerst Haken en Van Nistelrooy en nu De Ligt en Mazraoui. Ja. Ja. Zierikzee. Zierikzee ook nog, precies. Dat is natuurlijk wel heel opvallend eigenlijk. Hè? Het lijkt ook alsof mensen... Het zijn eigenlijk wel jongens die het hebben laten zien. De Ligt heeft het toch wel in de top laten zien. Mazraoui, als hij fit is, en ik moet zeggen, 15 miljoen is ook niet heel veel, toch? Wordt hij misschien de tweede rechtsback. Misschien kan hij ook nog op linksback spelen. Ik denk dat De Ligt en Mazraoui hele goede aankopen zijn. Ja. Maar in het licht van wat er gebeurd is, en dat ze dus blijkbaar Ten Hag toch carte blanche hebben gegeven, nadat ze eerst twijfelden, gaan we met hem door. Die mensen die de carte blanche geven, die hebben toch ook wel nagedacht over deze twee aankopen. Dat goede aankopen kunnen zijn voor Manchester United. Ja. Wel bewezen, inderdaad. Ze hebben bewezen op het hoogste niveau. En Kijk, Zierikzee heb ik wel mijn bedenkingen. Vooral de Premier League, toch wel veel snel gespeeld. En hij is ook niet echt een geweldenaar in het druk zetten. Dus daar heb ik wel mijn bedenkingen. Maar voor de rest vind ik De Ligt en Mazraoui kunnen toch wel goede aankopen zijn. En ik zette even langs City United afgelopen weekend. En toen zag ik Maguire Evans als centraal duo. Ik dacht, allemachtig. Ja. Jezus. Daar moet wel iemand bij, dacht ik toen. Dat dacht Ten Hag ook. Ja. Vandaag kwam dan ook weer het nieuws dat Luke Shaw geblesseerd is. Ja. Dus die linksback valt dan weg. Mazraoui, dan is er voor Mazraoui inderdaad weer wat ruimte. En De Ligt wordt voor rond de 50 miljoen overgenomen. Kees, je wil nog even de mensen van FC Apkoude. Volgens mij is amateurclub die FC Apkoude. Die springen een gat in de lucht. Ja. Net als met Bedum toe bij Arjen Robben. Volgens mij krijgen die dan altijd een mooi bedrag. Als het een buitenlandse transfer is, volgens mij. Ja. Dus, FC Apkoude kan een tweede ring op de kantine zetten. Als het goed is, volgens mij. Er zit al een tweede ring op. Ja. Dan komt nu een derde ring. Het ligt misschien nog even aan hoe laat hij, op welke leeftijd hij naar Ajax gegaan is. Hoe jong dat is geweest. Dus dat... Is het niet het aandeel van het aantal jaren tussen 12 en 19 of 12 en 18 of zo? Ja. In ieder geval heeft Mazraoui langer bij Ajax gezeten dan De Ligt. En dat heeft te maken dat De Ligt natuurlijk op jongere leeftijd vertrokken is. Dus, maar goed.